www.annemerel.nl. Ik ben Anne Merel en ik ga jullie vandaag meenemen tijdens een lange duurloop van 35 kilometer. Althans, ik hoop dat ik de 35 ga redden. Ik loop namelijk op 17 april de Boston Marathon. Dat is alweer mijn 8e marathon. En in voorbereiding loop ik altijd ongeveer 3 weken van tevoren 35 kilometer. En dat is dus vandaag. Ik heb het vorige week ook al gedaan. Toen wilde ik eigenlijk 32,5 lopen. Maar toen dacht ik, ja, waarom loop ik geen 35? Dus ik weet dat ik het kan. Maar ja, iedere dag is toch ook weer anders. En nou ja, we gaan het zien vandaag. Ik ga in ieder geval beginnen met mijn ontbijtje en dat is een half stuk brood met boter. En je vraagt je misschien af, is dat een goed ontbijt voor het hardlopen? Ik weet het niet. Tijdens mijn laatste lange duurloop loop ik altijd in de kleding die ik ook ga dragen tijdens de marathon. Ik denk niet dat ik in een lange mouwshirt ga lopen, maar het is op dit moment 5 graden en het lijkt me niet zo heel erg verstandig om in een korte mouwshirt nu te gaan lopen. Ook omdat ik niet op een heel hard tempo nu ga lopen. Omdat je lange duur lopen iets langzamer loopt dan je marathon. Dus ik heb nu iets met lange mouwen aan. Maar ik heb deze ook met korte mouwen en in een racer bag. Dus het is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Alleen dan die mouwen zijn extra. Dit broekje wil ik wel aan gaan doen tijdens de marathon. Kort broekje. Ik ben benieuwd hoe koud het vandaag gaat zijn. En op mijn rug zit mijn iPhone. Ik smeer hier straks een beetje vaseline. Want anders gaat dat heel erg schuren en heb ik een paar dagen lang, misschien wel een paar weken. De laatste keer duurde het echt een paar weken, had ik een schaafwond. Kijk, je ziet het nog. Nee, je ziet het niet. Sorry, je ziet het niet. En verder heb ik dezelfde sokken aan als die ik tijdens de marathon weer ga dragen. Dat weet ik niet zeker trouwens of ik deze wil gaan dragen. Maar ik wil wel een dikkere soort sokken gaan dragen. Want als ik dunne sokken draag, krijg ik vaak blaren. En deze zijn wat dikker. Ze zijn van Under Armour. En verder draag ik een petje aan. Dat vind ik heel fijn tegen wind, tegen zon. Eigenlijk alle invloeden van buitenaf. Ik vind het zelf niet heel erg leuk staan. Maar ja, het werkt wel voor het lopen. En ik denk dat ik mijn haar in een knot doe. Zodat ik er helemaal geen last van heb. Verder ga ik de schoenen dragen waar ik ook de marathon op ga lopen. Zoals je ziet heb ik hier 2 keer een bloedblaar in gehad. Ja, ik heb nu andere sokken aan, dus ik hoop dat het nu goed komt. En verder loop ik met mijn Garmin Forerunner 235. Normaal loop ik gewoon met een app, maar tijdens de marathon doe ik dat met een horloge. Dus dan doe ik het vandaag ook met een horloge, want vandaag is generale repetitie. Ik weet trouwens al niet zo goed wat ik van dat brood vind, want ik ben dus alsnog misselijk. Misschien word ik wel gewoon toch misselijk van de zenuwen. Ook al heb ik niet het gevoel dat ik zenuwen heb. Ik weet het niet. We gaan lekker lopen. Ik ga even mijn pimpels pakken, vaseline smeren en dan ga ik weg. Ik ga het vandaag maar weer proberen met een Aquarius in plaats van een colaatje. Het is weer snacktijd. Mars, ijs, cola. Nog 13 kilometer dat ik thuis ben. Ik heb het gedaan. Ik ben klaar. 35 kilometer. Ik denk dat het een klein beetje te veel van het goede was. 2 keer 35 kilometer binnen 1 week tijd. Want vorige keer heb ik dus op zaterdag gelopen en nu loop ik op vrijdag. Tussendoor heb ik nog 3 keer hard gelopen. Ik heb die oefeningen voor mijn billen gedaan. En dat voel ik nu ook echt. Maar ik heb het gedaan. En nu is het klaar om te taperen. Nog 24 dagen tot Boston. En ik heb 2 keer 35 gelopen. Dus ik denk dat ik me met een gerust hart de taper in kan gaan. Oh, ik ben terug. Zo, mijn benen die hebben het echt wel even gehad aan mij. Gelukkig heb ik nog 24 dagen te herstellen. Oké, na het lopen van zo'n lange duurloop doe ik even wat oefeningen om mijn spieren wat te ontspannen. Sowieso voor mijn kuiten. Ik weet het niet. Het is heel goed voor je kuiten. Het voel je ook echt extreem in je kuiten. Ik doe 3 keer 15 seconden allebei de kuiten. En doe ik ook nog deze oefening. Voor de zijkant van mijn bovenbenen. Ik voel het nu in dit been aan de buitenkant. Oh, dit doet echt ontzettend veel pijn na zo'n intense duurloop.
binnenkant van mijn bovenbenen. Oké, nou vind ik het wel mooi geweest voor vandaag. Oké, dit is dus mijn herstelmaaltijd. Dat is plantaardig yoghurt, dark chocolate, eiwitpoeder en een banaan. Maar die zit er dus al in. Die zie je niet meer. Ik heb de hele middag in bed gespendeerd en lekker rustig aangedaan. En het is nu 4 dagen later en ik ben weer helemaal hersteld. Dus zoals je ziet ben ik er klaar voor om weer naar buiten te gaan. Nu nog 20 dagen tot Boston en ik heb er eigenlijk wel heel erg veel zin in. Nu ben ik dus in de taper, maar over de taperperiode ga ik jullie volgende keer meer vertellen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.